Oh. Oh. Ja, dit doet wat met je, dat ziek zijn. Daar komt hij. Knol Power. Hey Google, goedemorgen. Hallo, het is ongeveer 2:15 's middags. Op dit moment is het 7 graden en bewolkt in Zeist. Vandaag wordt het bewolkt met een voorspeld maximum van 8 en een minimum van 6. Fijne dag. Hier volgt het laatste nieuws. Hey Google, stop! Dankjewel, dankjewel. Oké, zoals jullie hoorden, het is helemaal geen morgen. Het is gewoon middag, 2:30 in de middag. En ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Ik zit alleen maar binnen. Dit is nu de derde dag. En ik begin gek te worden. Ik voel me nog steeds heel erg shit. Zoals... Zoals jullie wel zien. Maar ik ben er klaar mee. Ik ben klaar mee met me helemaal shit voelen. Er moet even wat meer actie komen. Ja, dat was meer actie, hè? Ja. Dat was een Thunder King die ik eventjes heb afgestoken. Ik heb hier namelijk nog een hele doos vol met vuurwerk wat ik vergeten ben mee te nemen naar Assen, waar ik oud en nieuw ging vieren. Dus dat betekent dat ik nog wel aardig wat weg te knallen heb. Dus dat ga ik ook zeker weten doen, dus dat houden jullie nog te goed. Wel echt jammer. En ik kreeg daar serieus ook vragen over van kijkers en zo. Wanneer ga je die grote afsteken? Maar deze grote, dames en heren, dit is gewoon een neppe. Dit is geen echte. Deze kan ik helaas niet afsteken. Hij is heel licht. En hij is gewoon puur voor de show. Het zou wel echt sick zijn hoor, als je deze kon afsteken. Maar goed, jullie krijgen nog wat vuurwerk te zien. Ik ga dus sowieso naar buiten vandaag, want ik heb gewoon geen zin om gewoon weer de hele dag binnen te blijven. Ik heb er gewoon echt geen zin meer in. Je ligt nog ziek in bed. Nou, ik kom net van de bank af en ik heb net tegen de kijkers gezegd van mensen, vandaag, ik ga er weer op uit, ik ben er klaar mee. Oh mam, ja. Goed nieuws. Mam, dat jij bij dit moment mag zijn. Wat? Mam, ik denk dat ik moet poepen. Oh. Ja, dat is fantastisch nieuws. Ja joh, ik heb al 3 dagen niet gepoept, man. Ik denk dat ik nu moet poepen, ik voel wat. Ja, mam, dat is best. Ja, dat denk ik ook, echt waar. Oh, ik ben nog nooit zo blij geweest, want ik moet echt even poepen, man. Nou, ik zou zeggen, ga rustig poepen. Ja, wil je blijven praten of zal ik je straks terugbellen? Nou, bel straks maar terug. Vind ik toch iets fijner. Oké, nou dan bel ik je straks even terug. Oh, wauw. Oh, daar heeft mijn moeder me goed bij geholpen, zeg. Oh, mensen, ik moet kakken. Yes. Oké, dit gaat misschien heel raar worden, maar ik blijf gewoon lekker doorfilmen. Oké, ik zat nog eens na te denken en ik kwam erachter dat ik sowieso wel naar buiten moest vandaag. Want mijn vitamine C, dames en heren, dit is de laatste. De ene laatste die ik heb. Dus vitamine C, daar moet er sowieso meer van komen. Dus dat moet ik gaan kopen. Maar los van de vitamine C slik ik elke 4 uur 2 paracetamol. Dat zorgt ervoor dat de paracetamol heel snel opgaan. Zoals jullie zien, ik heb bijna niks meer. Dus na het einde van de dag zou ik het niet meer redden. Dus ik moet sowieso nieuwe paracetamolletjes hebben. Nu heb ik het gevoel alsof ik hier al 2 flessen van op heb. Maar dat is gelukkig niet zo. En let daar ook alsjeblieft goed mee op, mensen. Je kan niet zomaar alle medicijnen en al die dingen die je beter maken of je iets beter laten voelen ongelimiteerd nemen. Je mag hier, dat staat er ook op, maar een paar lepels per dag van nemen. Hangt er ook vanaf hoe oud je bent. Maar hier heb ik nog wel genoeg van. Dus die hoef ik niet bij te halen. Blijft lekker. En heel verzachtend voor de keel. Lekker. En dan komen we bij het laatste, wat ik echt ontzettend akelig vind, maar wel het meest nodig heb nu. En dat, dames en heren, is... Neusspray. Dit is echt ontzettend akelig, vind ik, want het prikt heel erg, maar het is wel echt nodig.
Eén neus gaat dicht en de andere in. Oh, terwijl je zo aan het snuiten bent, moet je ophalen. Zo. Oh. Ontzettend naar, maar het helpt wel heel goed. Hierdoor gaat alles loskomen en krijg je niet zo'n hoofdpijn. Want doordat alles vast zit met snot en zo, krijg je hele erge hoofdpijn. Zo, fijn om deze poepsessie met jullie gedeeld te hebben. Ik heb het idee dat we weer een stapje verder zijn in onze vriendschap. Dat we nog dichter bij elkaar zijn gekomen tijdens deze sessie. Dus dit was wel echt heel prettig. Ik hoop niet dat er toevallig iemand bij jullie binnenkwam lopen toen jullie mij aan het kijken waren zo net, dat toen ik daar zat. Want dat zou echt heel raar geweest zijn. Of misschien vond je het sowieso al raar dat je het aan het kijken was. Maar goed, in ieder geval, het is tijd om lekker te gaan douchen, want Enzo, je stinkt. En de hele badkamer stinkt nu ook door wat je daar hebt gedaan, dus ik weet niet of het gaat helpen. Maar het was misschien niet handig om het hier te doen, misschien had ik de andere toilet moeten kiezen. Maar goed, achteraf, hè? Keuzes maakt ze niet altijd meteen goed. En nog heel even terugkomend op die vitamine C. Dit is wel echt een aanrader hoor. Het enige waar ik zin in had elke dag was dit. Je mag er maar eentje per dag, dus dat is een beetje vervelend. Maar dit ging zo makkelijk achterover. Dus dit is echt een tip. Als je heel erg ziek bent en je krijgt niks naar binnen, probeer vitamine C. Want ik heb de eerste 2 dagen echt bijna niks gegeten. En ik zal het jullie laten zien trouwens. Ik ga daarvoor wel even, want deze hoodie van KP die is best wel zwaar. Dus ik ga deze even uitdoen. En ik ga jullie laten zien dat ik gewoon ben afgevallen. Ik woog eerst 77, nog wat, 77,4 of zoiets. Ja, ik weet niet precies. Laten we het erop houden, 77, oké? Nou, dan gaan we kijken. Dat was 3 dagen geleden, hè? Gaan we de weegschaal aanzetten. We moeten even 1 keer zo erop stappen. Dan gaat hij aan als het goed is. Hallo. Ja, kijk, nu staat hij aan. Dames en heren, daar gaan we. Oké, 3 dagen ziek zijn. Wat doet dat met Enzo Knol? We gaan er nu achter komen. Ik ga het eerst checken. Wow. Oh. Ja, dat doet wat met je, dat ziek zijn. Dat doet zeker wat met je. Oké, ik ga het nog 1 keer voor de zekerheid. Ja. Dames en heren, kijk wat er is gemeten. Gewogen bedoel ik. 76 kilo. Dus ik ben 1 tot 1,5 kilo ongeveer afgevallen in 3 dagen. Het is niet echt dat ik het nodig heb of zo, maar ja, dat overkomt je gewoon als je ziek bent. Kan je niks aan doen. A few moments later. Oké, mensen, toch iets anders. 74,5. Ik heb me even opnieuw gewogen. Sorry dat ik er zo bij sta. Maar naakt ben ik blijkbaar 74,5. Oh my god. Deze spiegel is echt geniaal trouwens. Het is een vette inzoomspiegel. Maar oh my god mensen. Ik kom een afspeellijst tegen op Spotify. Liedjes die je zingt onder de douche. En ik kom een nummer hierop tegen. Wauw, die heb ik lang niet gehoord. En die is een partijtje prettig. See, I don't. Fuck what I said. It don't mean shit now. Fuck the present. Ik weet nog dat dit zo'n mega grote hit was. Ik heb serieus zelfs hiervan de CD en het hoesje. Alles erop en eraan. Ik vond dit nummer zo vet. Dit was zo'n nummer die kwam uit. En oh, het was vet erg, want hij zei fuck you, I don't want you back. Oh, oh mijn god, hij zegt de hele tijd fuck, fuck, fuck. En dat was echt super erg, het mocht niet, bla bla bla. Maar het was toch een hit. Het was echt een nummer 1 hit in zoveel landen. En dit nummer is echt zo ontzettend chill. Dus ik ben echt blij dat ik deze weer tegen ben gekomen. Ik ga meteen toevoegen aan mijn afspeellijst. Echt een heel fijn nummertje. Soms kom je van die nummers tegen, want het is gewoon lekker om zo... Ken je dat? Nou, ik heb dat wel af en toe, dat ik zo... Oh, dat is best wel een goeie. Nee, ik heb geen idee. Oké. Okay. Als ik ga lachen moet ik hoesten, dat is heel irritant. Maar goed, ik ga eindelijk even douchen mensen. Ik stel dat alweer veel te lang uit. Ik heb mezelf even een beetje opgeknapt dus. Ik heb lekker een douche genomen. Ik kan me alleen helaas niet scheren. Wat ik echt heel vervelend vind. Want als ik me heb geschoren dan voel ik me toch altijd een beetje frisser.
Maar waarom ik me niet kan scheren is omdat ik mijn toilettas heb laten liggen bij mijn moeder thuis. Dus ik heb geen scheerapparaat hier. Dus ja, jullie, maar vooral ik, moet het maar gewoon eventjes doen met deze baard. Ook al ben ik blij dat mijn baard en mijn snor wel gewoon mijn eigen kleur is en niet zwart. Kunnen jullie dat nog herinneren? Dat mijn snor zwart was? Dit is toch niet normaal? Kijk eens even! Ja, dat was echt heel lelijk. Nou, dan ga ik. Ik doe mijn oortjes in. En dan ga ik gewoon nog een keertje even met de fiets. Ik was bijna vergeten dat ik een fiets had, joh. Kijk eens even wat een pareltje, mensen. Echt wel een mooie fiets heb ik, hoor. Helemaal mat groen. Tenminste, dit is mijn fiets, toch? Ja, nice. Hoppa. Waarom vond ik fietsen een goed idee? Ik heb het super koud, het begint te regenen. En dit is het voetpad, sorry. Dit is het voetpad, sorry. Yo, weet je wat ik ga proberen? Ik ga proberen een wheelie te poppen. Yo, dat was echt sick. Oké, op zoek naar paracetknolletjes. Oh, ik hoop dat ik niemand aansteek. Het gaat echt niet goed, mensen. Dit is zo raar. Ik zat aan allemaal verschillende soorten zeepjes te ruiken. Maar ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen nutje, want ik ben verkouden. Dus ik ruik helemaal niks. Dus ik heb gewoon iets gekocht puur op hoe het eruit ziet. Ik vond dit er wel vet uitzien met een aquarium. En ik luister muziek. Toen kwam er een nummer voorbij van Eminem. Dus ik ga M&M's kopen. Dit is zo raar allemaal. Ja, ik ben aan het oefenen op mijn gevechtskunsten. Even kijken. Ik denk, u kunt hem gebruiken als ondersteuning, maar ook als zelfverdediging. Ja, ja. Dus ik zit te twijfelen of ik hem zou kopen. Verstandig, toch? Ja, zeker. Er is ook nog een tafelstuk. Maar dat is wel heel lelijk. Ja, dat wel. Dit is zo random. Ik heb zoveel spijt van mijn beslissing. Ik ben serieus nu pauze aan het nemen. Daar staat de fiets. En ik ben even wat snoepjes aan het eten. Dit is de prachtige snelweg. En ik ben hier al even pauze aan het nemen en aan het chillen. Want ik zit al voor mijn gevoel zoveel dagen vast in huis. Omdat ik zo ziek was. Ik wilde gewoon zo graag eventjes weg van huis. Dat het mij een goed idee leek om naar mijn broer zijn huis te gaan fietsen. Maar dat is gewoon veel te ver, joh. Ik ben al 10 minuten aan het fietsen en ik moet waarschijnlijk nog iets van 30 minuten. Dus dat is echt een super dom idee van mij. Maar ja, om nu weer terug te fietsen, dat vind ik ook zonde. Dus ja, ik heb een klein avontuurtje om heel huid bij mijn broer aan te komen. Ik heb het echt super koud. Ik heb geen handschoenen of iets. Het is de hele tijd een beetje aan het motregenen, dus dat is ook niet fijn. Maar ik heb wel heel veel adrenaline en een beetje energie gekregen van wat ik net heb gedaan. Moet je maar eens even kijken wat ik in de winkel heb gedaan. Oh! Enzo heeft 2 snoepjes gestolen. Oh! Ik zag die snoepjes en ik had zoveel trek. Ik kon niet meer wachten met afrekenen. Dus ik had stiekem even snel 2 snoepjes in mijn mond gedaan. Kijk maar. Oh ja, en ik heb ook nog even een mooie vuurwerkpot afgestoken. Kijk maar. Aww. En vinden jullie die banaantjes ook altijd zo lekker? Deze? Oh, die zijn echt om te genieten, joh. En deze dan, die persikken. Oh, die zijn ook lekker, hoor. En normaal gesproken neem ik dit nooit, maar ik op een of andere... Oké, vaag. Op een of andere manier heb ik vet veel zin in een zure mat. En wat natuurlijk niet mag ontbreken... De kikkertjes! Hey. Oké, het is tijd om weer te gaan fietsen, want anders dan kom ik er al helemaal nooit als ik hier de hele tijd blijf staan om snoepjes te eten. Wat wel echt lekker is, hoor. Ik heb lang geen snoep meer gehad.
Vroeger was ik altijd een snoepeter, nu nooit meer. Maar dit was wel echt even genieten. Maar dit is belangrijk, mensen. Zien jullie wat ik heb? Voorlicht en achterlicht. Ja, ja. Dat is echt zo belangrijk. Ja, dat is gewoon belangrijk. Ik wilde gewoon even verstandig doen. Dat is gewoon belangrijk. Licht op je fietsen. Ja. Ik moet helemaal niet naar dat tunneltje toe, maar laten we wel even naar dat tunneltje toe gaan. Oh ja, dit wordt mooi, dit wordt mooi. Niet te enthousiast worden en zo. Maar dit wordt mooi. Oké, we zetten hier de fiets neer. Hier heb ik echt veel zin in. Ik heb namelijk nog wat meegenomen. Want ja, anders is het wel heel saai op zo'n avontuur. Even kijken, heb ik nog degene waarvan ik hoop dat ik hem heb? Ja hoor, een Thunder King. En ja, als iets lekker doordreunt in zo'n tunnel, dan is het een Thunder King, mensen. Oké, goed dat die fietsers voorbij zijn. Er moeten even helemaal geen fietsers aankomen. Hallo! Woehoe! Oké, dit echoot lekker door, mensen. Dat is precies de bedoeling. We zetten de camera neer. En dan is het showtime. Oké, daar komt u, mensen. Zijn we er allemaal klaar voor? Ja, we zijn er allemaal klaar voor. Daar komt hij. Handjes. Woe, daar ging ik bijna. Oh mijn god, mensen. Ik leg de tas hier neer. En Makia, afblijven. Makia is zo nieuwsgierig. Maar Makia, kijk hoeveel jij hebt om te ontdekken hier. Kijk. Dat is niet normaal, Makia. Jij is niet normaal. Yo, Mila, alles goed? Yo, ja, zeker. Welkom in mijn nieuwe woonkamer. Yo, voel je mijn handen? Ja, ik voel het, ja. Koud. Koud, hè? Ben je wees fietsen? Ja. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik weet ook niet. Wat dom, je bent net ziek en dan ga je fietsen. Ja, ik heb er echt 50 minuten over gedaan. Ja, wat stom. Ja, stom, hè? Ja, ik wist ook niet wat ik moest doen, man. Ik verveelde me zo erg. Je verveelt en dan ga je fietsen. Ja, ik verveelde me zo ontzettend erg. Ik wist echt niet meer wat ik moest doen, joh. Ik werd helemaal gek. Dus ik heb ook gewoon vuurwerk meegenomen, onderweg afgestoken. Kun je niet even runescape doen of zo? Nee, geen zin in. Oh. Maar jij gaat naar de broodjeswinkel. Ja, ik ga met je mee. Nou, leuk. Jij wilde net eten halen. Ja. Nou, top. Gaan we op pad. Ja. Yeah, bro. You got the car. You got the car! Yeah, bro! Oh, yeah! Even kijken, hoe voelt het om in een auto te zitten? Oh, lekker, man! Je hebt geen eens een muts op. Nee, gewoon een petje. Ja, wat dom. Wat doe je? Heb je ook nog eens hartstikke oude koude oren? Ja. Oude koren. Oude koren. Oh, dat valt wel mee, eigenlijk. Oh, ja, ik had capuchon op de hele tijd. Wat doe jij nou? Ja, wow! Holy shit! Dit is vast licht, wat, jongen. Hoe heb je dit? Ik heb... jij weet niet hoe je auto werkt? Oh, zo. Oeh, ik ga bij het begin bommen. Gast, doe normaal. Zit hij toeteren, sukkel. Milan, doe rustig. Ja, hij toeterde, zag je dat? Ja. Ja, maar ik mag hier gewoon invoegen. Ja, dat weet ik. Ik krijg hier altijd gedoe, omdat het gewoon zo'n rare weg is waar je ineens mag invoegen. Ja, klopt. Ja, de mensen die weten niet echt hoe dat eruit ziet, maar het is inderdaad echt een heel raar plekje. Want als je gewoon op de weg rijdt, dan lijkt het net alsof iemand gewoon meteen wil oversteken. Maar die invoegstrook, die is echt... 30 meter of zo, dat is heel raar. Ja. Maar goed, zo gast. Folie, hij neemt ook de rotonde helemaal. Ja, die rotonde die is echt dom, want je hebt twee banen, maar je hebt eigenlijk maar één nodig. Dus hebben we nog meer te zeuren of zo? Of, ik dacht dat ik het moeilijk had, maar. Invoegstrook, kut, rotonde, kut. Ik heb gewoon honger. Als ik niet eet, ben ik zo grijnig. Oké. Nou, ik kom wel op een goed moment. We gaan meteen eten halen. A few moments later. Aangekomen op uw bestemming. Piep, 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 piep. We gaan dus avondeten halen op het station. Ja.
Dat doe je vaker. Nee, dus de eerste keer. Ik had er echt zin in. Oké. Zo. Gekke verlichting heeft Milan. Oh, gek hoor. Kijk dan hoe vet. Oh, ik moet opschieten. De winkel gaat bijna dicht. Kom. Ik kom al, jongen. Roestig. Hij is bijna dicht. We zijn echt... Echt weer op knoltijd. Gewoon 10 minuten voor sluiting. Hey, hallo. Even 15 broodjes. Kut. Weet je wel, ze het alles schoon te maken. Ja, dat is echt naar. Dat is echt wel naar. Kut. Bedankt voor het eten, man. Hey, graag gedaan, man. Lekker gezond. Ja, zeker. Tenminste, je denkt dat het gezond is, maar het is echt niet gezond. Nee. Maar het is wel lekker, hoor. Milan, jij kan dit. Milan gaat dit lukken. Milan zei, ja... Ik moet hier keren. En ik zag een keer dat iemand doen. En die deed dat zo tussen die Lego blokjes. Of blokjes, het zijn rondjes. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Nu gaat Milan dat proberen. Kijk hem. Oh, kijk hem. Oh shit, Milan. Milan. Oh nee. Oh ja hoor. Oh, redt hij dat? Ja, red je. Ja, kom maar. Oh, lekker gast. Oh, GTA real life. Holy shit. Nice man. Hoppakee, gek. Kijk eens met wie ik aan het chillen ben. Hey. Ze ligt er zo lekker bij. Wat is dat, hè? Kijk dat tongetje. Kijk dat tongetje. Oh mijn god. Wat is dat, hè? Ja. Ze had geen idee wat het was. Dat ik aan het blazen was op de pootje. Ze keek er zo raar van op. In ieder geval, ik heb een heerlijk broodje gegeten. Samen met Makia. En toen was ik in één keer met Sok. Mijn sokje. Ja, maar wat wel echt super dom is van mij, is dat de tas die ik had meegenomen op de fiets, waar ik al mijn gekochte spulletjes in heb gedaan, die heb ik serieus laten liggen. Oh, wat ga je doen? Oh, gaat er vandoor. Die heb ik serieus laten liggen bij Milan. Zo dom, hij heeft me net afgezet. Echt ontzettend dom. Maar gelukkig ga ik het nog wel redden met de paracetamol die ik nu nog heb voor vanavond. Dus ik denk dat ik nu weer 2 paracetknolletjes ga innemen en dat ik dan weer lekker naar bed ga. En dan was dit een actievere dag dan de afgelopen 2 dagen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik verwacht dat morgen nog veel actiever is. En dat ik heel wat leuke dingen kan gaan doen. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Voor nu, heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie bazen morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power!